We gaan iets vrolijks doen. Een nieuwe ster aan het voetbalfirmament. Eentje die jij heel goed kent, Ruud. Het is Shane Kluivert. Ja. Die speelde gisteren de sterren van de hemel bij de Franse club Paris Saint-Germain. En de kleine rechtsbuiten liet Braziliaan Lucas Moura alle hoeken van het veld zien. Jij gaat meteen met een analytische blik zitten kijken. Jij kijkt heel anders dan ik. Nou, je ik kijkt gecharmeerd, maar jij kijkt van, oh, wat doet hij? Nee, je kijkt naar zijn houding. Als hij een bal aanneemt, wat hij ermee doet. En of dat makkelijk gaat of niet. En het gaat hem makkelijk af. En het is leuk voor zo'n klein kereltje dat hij dat al zo makkelijk kan doen. Er is ook een jongetje bij Celtic. Die is 13 jaar. Donker jochje. En die speelt zo goed. Die speelt al met 18-jarigen. En die gaat overal zo makkelijk langs. Maar dit is de zoon van Kluivert. Ja. Ja. Wat ik me nu meteen afvraag. Is het een soort genetische aanleg? Wat hij heeft meegekregen van zijn vader? Of is dit gewoon aangeleerd? Ik denk dat hij... Ja, gewoon genetisch. Ja. Ik denk dat... Ja, en bij sommigen wel en bij sommigen niet. Hij heeft 4 zonen. Waarvan er eentje al bij Ajax speelt. Hè, in de A1. En die andere twee, de jongste, die speelt bij mijn zoon. Bij Maxime. Ja, maar Maxime speelt hij. Ruben, die speelt bij Maxime in het elftal. Echt een leuk joch. En dan de oudste, Quincy, die speelt geloof ik in de A1, dacht ik of zo. En Patrick probeert een elftal bij elkaar te krijgen, maar dat is niet gelukt in ieder geval.